Hij heeft een concert voor Molly Peters gemaakt. We zijn enorm benieuwd, speciaal voor vanavond. En nou, ik zou zeggen, kom naar voren. Goedenavond. Het is altijd goed om met een applaus te beginnen, want je weet maar nooit wat er verder nog gaat gebeuren. Ik vond het trouwens ook een hele interessante aankondiging zojuist van, ik hoorde de heer van Paul van Hooijdonk, die hier aanwezig is, en Woody van Amen en nog een paar andere pop art kunstenaars, voor zover ze nog in leven zijn. Dat vond ik allemaal aardig. Zoiets van, dat moet vlug zijn, want anders is het zo. Heel interessant nieuws. En ik hoorde ook dat de heer van Hooijdonk 80 jaar is. Heel goed, Mark, dank je. Vooruitziende blik, hou ik van. Dat de heer van Hooijdonk 80 jaar is en dat we in de film kunnen zien dat hij heel wild tekeer gaat in het zwembad. Het is zaterdagavond. Sterren springen. Even iets checken. Want je leert al heel erg gauw dat als er andere mensen op die plekken staan, dan moet je altijd je spullen even checken, want anders loopt het allemaal anders. Dat leer je natuurlijk al. En dat leerde ik al sinds de 60e jaren. Want ik ben geboren in, en ben een echte Amsterdammer, ben geboren in Amsterdam, vlak om de hoek bij het Stedelijk Museum, aan Van Hegelaan, aan het park. En mijn vader nam me mee op mijn 7e jaar naar het museum. En daar was ik meteen, ik was er helemaal weg van. Ik vond het geweldig, het raakte me meteen. En ik ben eigenlijk vanaf toen, echt van die 7e jaar af, was ik er drie dagen in de week zeker te vinden. En ja, dat is wel bijzonder, want daardoor heb ik, het was een fantastische periode, ik ben van 1947. Dus het was de tijd van Sandbergen. Dus wat ik daar allemaal heb gezien en ingeladen heb in mijn brein, de eerste beelden waren fantastisch. En het was natuurlijk ook pop art. Het leuke was dat ik ook al gauw contact had met pop art muzikanten. Overal, en natuurlijk met name in Amerika, gewoon een brief schrijven. En je krijgt nog een brief terug ook. En zo ontstond dat eerste contact en dat leidde eigenlijk steeds verder tot diepere contacten en uiteindelijk tot radioprogramma's. Zo, inmiddels is mijn gitaar ook gestemd. Dat is zo'n fantastisch systeem, moet je even bedenken. Normaal gesproken hoor je natuurlijk altijd als iemand zijn instrument stemt dit. Nou, dat is natuurlijk vrij hinderlijk, zeker als bijvoorbeeld een orkest tegelijk stemt. Dan hoor je dat allemaal door elkaar en het is vaak ook heel moeilijk om dan het goed te horen van jouw instrument. Zijn er een paar Koreanen, die zijn natuurlijk weer heel slim, wat hebben die gedacht? Geluid is trilling. Trilling, oh dat is prachtig, dat wil zeggen als je de snaar laat trillen, gaat het hout trillen. Ik zet hier een apparaatje in dat gewoon alleen de trilling meet en dan heb je geen geluid meer nodig. Maar dan wordt het op die manier gestemd. Slim. Goed, zijn we er nog? We zijn er nog. Wat gaat er gebeuren? Ik ga een song laten horen die ik pas geschreven heb, eigenlijk weer gisteren. Want ik was hier uitgenodigd. Frank zei, kom nou even kijken naar die tentoonstelling. En dat wilde ik ook erg graag. En toen werd ik toch weer aangeraakt. En het concert voor Molly Peters, of Molly Peters moeten we eigenlijk zeggen, is dan ook helemaal gevuld met allerlei verwijzingen naar specifiek deze tentoonstelling. Dus als je sommige kreten oppikt, dan zal je ze later allemaal weer tegenkomen, maar allemaal op een iets andere manier. Dus dat wordt spannend. Eén vervelende mededeling nog voor die mensen achterin. Het is natuurlijk ook in de sfeer van de 60's. Nou ben ik niet in die sfeer blijven hangen, maar wat ik wel altijd boeiend vond, dat men de diepte inging en dat men daar de tijd voor nam. Zo heb ik ook bijvoorbeeld een nummer, de Parade van de Hemelse Tragedie, dat duurt 8 uur en 39 minuten en 39 seconden. Het is mooi uitgebracht in boekvorm. Dat zal ik niet doen, maar reken erop, minstens 20 boekletten krijg je wel voor je kiezen, dan kan je er geestelijk eventjes op instellen, maar dan kan je er ook in verdwijnen.
En dat is het interessante, vind ik altijd, van kunst. Daar moet je in kunnen verdwijnen, daar moet je in kunnen oplossen. Op die manier krijg je een nieuwe inspiratie en daar gaat het toch om. Goed, zullen we eens wat beginnen? Het lijkt me... Ik zet hem nog even hier. Nou, je snapt waarom ik ben gaan presenteren. Ik kan mijn mond nooit houden. En ik weet ook nooit wat ik ga zeggen van tevoren, dus dat houdt het ook spannend. Dan hoor ik zelf ook weer. Nou, ja, zo werkt het. Het is allemaal heel grappig. Dan doe ik mijn schoen ook nog even uit. Dat speelt wel lekker. Dat zullen we dan maar. Goed. Kijk. Heb je geluid voor me, Mark? Het gaat over pop art en het gaat over de kunstwereld. Is die taal hard genoeg, schat? Gaat, mag er wel iets bij hoor, Mark. Met valse ernst en stilte drang dwingt de cultuurelite het festival of volkspubliek op haar manier genieten. Met lage list en hoge toon staat zij weer te oreren. Intimideren. Nou, ze gaan zich
Christmas druipt van de ironie. Moon over Alabama in 1963. Rotella verscheurt affiches. Some men are playing snooker. Woody groans van Lindner Gold als minnares of Hoeker. Met zijn dromen als gezelschap en zijn laatste wens verbrast, springt hij bij Panamarenko als geraamte uit de kast. Het skelet grinnikte en zei: ik was eens wat jij bent, man. Weet je wat nog leuker is? Jij wordt eens wat ik nu ben. En ronddraait Panamarenko in zijn vliegende machine. Twee keer over het festival en nooit meer teruggezien. Dan over de lage landen. Speciaal voor jou, mijn schat van Veert. Concert voor Molly Peters. Verf druipt grijnzend langs het doek in rode hectoliters. My red guitar zingt door de nacht. Concert voor Molly Peters.